Samen met Van den Vos Reinaarden is de legende van Beatrijs een van de bekendste verhalen uit onze middeleeuwse literatuur. Het contrast tussen de twee werken kan niet groter zijn. Aan de ene kant een door dieren opgevoerde satire, aan de andere kant een mirakel waarmee Maria zich in hoogst eigen persoon over het lot van een non ontfermt. Het verhaal gaat als volgt. Een jonge non leeft heel devoot in het klooster en vervult op voorbeeldige wijze haar taken als kosteres. Maar ze draagt een geheim met zich mee. Ze is, ondanks alle schijn, nog steeds verliefd op een jonge man die ze voor haar intrede in het klooster gekend heeft. Zo verliefd dat er geen ontkomen aan is. In een brief vraagt ze haar vriend naar het klooster te komen. Daar spreken ze elkaar door een tralievenster. En na veel zuchten en blozen besluiten ze samen op de vlucht te gaan. Op een ochtend heel vroeg verlaat Beatrice het klooster. Wanneer zij langs het beeld van Maria loopt, zegt zij tot haar nog een laatste gebed en hangt de sleutel van de sacristie bij het beeld, zodat men die gemakkelijk terug zal vinden. En dan begint het grote avontuur in de buitenwereld. Zeven jaar gaat het Beatrijs en haar vriend voor de wind, ze leven in welstand en krijgen twee kinderen. Maar na de zeven vette jaren komen de zeven magere. Beatrijs wordt door haar man in de steek gelaten. Om haar kinderen te kunnen verzorgen, wordt ze prostituee. Gemene wief, zegt de tekst. En later gaat ze ook bedelen. Maar nooit, geen enkele dag, vergeet ze tot Maria te bidden. Op een keer is ze toevallig in de buurt van haar vroegere klooster. Ze logeert bij een weduwe die zich over haar en haar kinderen heeft ontfermd. Wanneer Beatrijs voorzichtig informeert of in dat klooster zo wat veertien jaar geleden niet een kosteres verdwenen is, reageert de weduwe verontwaardigd. De kosteres heeft de laatste veertien jaar steeds trouw haar dienst vervuld. In werkelijkheid heeft Maria Beatrijs rol overgenomen en ervoor gezorgd dat niemand haar afwezigheid opgemerkt heeft. Als ze wil, kan Beatrijs dus haar plaats in het klooster ongemerkt weer innemen. Maar is dit geen valstrik van de duivel? In haar slaap komt een stem Beatrice tot driemaal toe aanmoedigen. Beatrice vertrouwt op dit heilige getal. Ze beveelt haar kinderen aan God toe, gaat het klooster binnen en vindt haar kloosterkleding en de sleutel van de sacristie, waar ze die achtergelaten heeft. Daar leeft ze verder in de wetenschap dat haar kinderen bij de weduwe in goede handen zijn. Voor ons, hedendaagse lezers, zou daarmee het verhaal uit kunnen zijn? Een happy end en een krachtig voorbeeld van hoe je tot Maria moet blijven bidden. Maar het verhaal gaat verder. Beatrice weet haar schaamte te overwinnen en biegt haar geschiedenis op aan de abt. Sommige moderne onderzoekers beschouwen dit deel van het verhaal als een toevoeging van een latere auteur die daarmee het belang van de biecht heeft willen onderstrepen. De kwestie van het al dan niet toegevoegde slot is een van de Beatrijs problemen die specialisten lang heeft bezig gehouden. Maar waarschijnlijk gaat het helemaal niet om een toevoeging. Voor de oorspronkelijke schrijver en zijn publiek kan de heimelijke terugkeer van Beatrijs in het klooster geen bevredigend slot geweest zijn. Beatrijs eer was dankzij de tussenkomst van Maria wel gered, maar haar ziel was dat nog niet. De biecht is een logische voltooiing van de plot. De biecht is ook van belang voor de bekrachtiging van het Maria-mirakel. In zijn proloog had de auteur al beklemtoond dat hij alles volkomen naar der waarheid wilde overbrengen. Welnu, juist de biecht maakte het mogelijk dat het verhaal bekend geraakte, via de biechtvader die het in een preek verwerkte. En zo. Werd het verhaal echt een mirakel dat God zonder twijfel toogde Marieën teren? Een wonder dat God liet gebeuren en vertoonde ter verheerlijking van Maria.